Dr. Dutch at the end of my short introduction. Dus ik doe de speech, de introductie in het Engels. De rest van de avond verloopt afwisselend in het Engels en het Nederlands. Ik spreek helaas geen Hongaars, dus daar zult u moeten mee doen, meneer Bar. A famous Dutch football player once proclaimed that there is an advantage in every disadvantage. And that is also the case for the Frans Hals Museum. We don't have reception rooms that are big enough to receive more than 100 guests, which means that we usually have openings in other locations. We take refuge in other locations. And often those are places of worship in Haarlem, the House of God. Its classical design also includes a tower in the decorative style of Dutch Renaissance by the Flemish immigrant, Louis de Kay. Haarlem is a city where a great many cultures, religions, and ideological convictions came together in a colorful polyphony. Haarlem in the 17th century was a cosmopolitan city of immigrants. One of those immigrants was our name giver, our patron saint, Frans Hals. And Hals, as well as his contemporary fellow immigrants, Karel van Manden, Porcellus, Jacques de Heijn, Pieter Klaas, together with native or indigenous Haarlemmers such as Heda, Bartholomeus van der Hels, Willem Buitenweg, produced amazing work in Haarlem. And it's more than an honor that we can temporarily host these wonderful works and welcome them back temporarily in their cradle of birth. The Beminnaars, the loyal patrons of the museum, they have only been in office for 2 years, but made a big financial contribution. The Bankierenlotterij, the Mondriaan Fonds, the VSB Fonds, Fonds 21, Prins Bernhard Cultuurfonds, Aan Artscope, and the Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die namens het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een indemniteitsgarantie heeft toegekend. Your Royal Highness, Excellencies, Ms. Director, ladies and gentlemen. When I have a little money, I buy books. And if any is left, I buy food and clothes. These wise words were written by Erasmus of Rotterdam. Uw Koninklijke Hoogheid, Excellencies, geachte aanwezigen. Ik zou graag willen zeggen op dit moment dat veel van de kunstwerken in deze tentoonstelling na een lange afwezigheid van soms wel 350 jaar voor heel even zijn teruggekeerd naar de plek waar velen zijn ontstaan. Maar dat zou wel enigszins bezijden de waarheid zijn. Veel van de schilderijen en tekeningen hebben Nederland pas in de 19e eeuw verlaten. En zijn toen aangekocht door veelal Hongaarse adellijke families en via hen uiteindelijk ik ga het één keer proberen, het Zeppelin Museum terecht te komen. Ze zijn in de 17e eeuw rijk geworden door groot grondbezit. Hun kunstverzameling is grotendeels te danken aan Michels II, die in 1804 de Weense etser Joseph Fischer aanstelde als beheerder van zijn omvangrijke collectie. In de loop van de 19e eeuw raakte de familie in zwaar weer. En wat ik een heel mooi gegeven vind, is dat we bronnen hebben waaruit blijkt dat de Hongaarse bevolking er zelf voor pleitte om die collectie te nationaliseren, waardoor 637 schilderijen en ruim 3500 tekeningen eigendom van de staat werden. Dankjewel, Maartje. Valentina heeft een cv om u tegen te zeggen. Eigenlijk is het deze hele fiche. Maar gezien de tijd beperk ik me tot de hoofdlijnen. Zij studeerde met grote onderscheiding af voor haar bachelor piano aan het Koninklijk Conservatorium in Brussel. En momenteel volgt zij de masteropleiding piano aan het Koninklijk Conservatorium van Brussel bij Jan Michiels. Daarnaast studeert Achtste als Gretel in The Sound of Music en speelde tot haar 16e 6 verschillende musicalrollen bij Joop van den Emmen Stage Entertainment en VNV. Dus we hopen dat we Valentina ook nog weer in die andere gedaten zullen zien. Valentina, graag het woord aan jou en je ligt even toe wat je voor ons zult spelen. Uwe Koninklijke Hoogheid, zijn excellenties, goedenavond allemaal. Ik ga even een korte toelichting geven op de stukken die ik ga spelen. Ik ga 2 stukken spelen van 2 verschillende Hongaarse componisten, ook heel verschillend in wanneer ze geboren zijn. Ik begin met de jongste componist. Ligeti.
Zelf ben ik een groot fan van Ligeti. En Ligeti was een Hongaarse componist die ongelooflijk veel betekend heeft voor de moderne muziek eigenlijk. Hij was echt een pionier van de moderne muziek. Een stuk geschreven voor metronooms. De tikkende tijd aangevende dingen. Die allemaal op andere snelheden moeten worden aangezet. En dan met z'n allen op het podium staan en het stuk is pas over als de laatste metronoom is uitgetikt. Zo heeft hij heel veel van dat soort muziek geschreven. Ik ga arc-en-ciel spelen. Arc-en-ciel is een etude van hem. En het betekent regenboog. En Ligeti was eigenlijk een tovenaar in het spelen met klankkleuren. En in arc-en-ciel kan je dat heel goed horen. Hij bespeelt eigenlijk de hele piano in al zijn scala's en in al zijn klankkleuren. Dus hij gaat echt van pianissimo, dus heel heel zacht, naar fortississimo, dus daar wel 4 F'en. Dus dat is harder dan mogelijk is eigenlijk op een piano. En hij zei daar zelf over arc-en-ciel, dat het eigenlijk moest klinken als een soort kruising tussen Bill Evans, de beroemde jazzpianist, en een heel lief liedje van Schumann. En dan toegevoegd een beetje gekke akkoorden. It's a homecoming, not only for the paintings, but also it's a sort of homecoming for me too. When I first arrived in the Netherlands 4 years ago, the very first advice that I was given was that I should visit Haarlem. Prinses is geboren in Hongarije als Victoria Zetseniak. Waarschijnlijk spreek je dit ook verkeerd uit. Mijn excuses daarvoor. Zij is afgestudeerd in ondernemingsrecht en bedrijfskunde, heeft in Londen gewerkt als advocaat bij Allen & Overy, ook bij de Roundabout Corporate Legal Affairs in Utrecht, heeft een roman geschreven, die ik nog niet gelezen heb, waar ik zeer benieuwd naar ben. En in 2013 trouwde zij met Prins Jaime de Bourbon Parma. Dames en heren, het is dat vleugels gaat horen, maar naast van de meester, het is dat nacht met de bakken, kortjes aan de ruis, deze ga je schuld te maken. Szeretnék még egy kicsit magyarul magukhoz beszélni, bár csak azért, hogy egy kis izgalom legyen a hollandok között, hogy én abszolút nem tudok semmit hollandul beszélni, és ezt az egészet magyarul fogom következtetni. A végzőbözt, ik zal verder het Nederlands tot u spreken. Zoals u in het Lux hebt kunnen horen, ik ben in Nederland, dus ik ben in de Nederlandse taal eigenlijk. Voel ik me het meest comfortabel in. En dat wil niet zeggen dat de wortels dus
verstevigd liggen in Hongarije, in Budapest. Budapest is mijn geboortestad en ook de stad van het Sedelmeesterzien Museum. Een prachtige plek waar ik al van jongs af aan heel vaak ben gekomen. Voorreisje gaat eerder naar het theater, een opera, een museum dan een kinderboerderij. En ik was pas 6 jaar oud toen ik mijn eerste gedicht voor moest dragen aan mijn klas. Ook je nek megadat tot a képesség az alkotásra, annak megadat tot a képesség a halhatatlanságra. Csontvárikoztak divadar, spekt hier tot ons, en wat ik kort ga samenvatten, in diegene die de vaardigheid bezit tot creatie, bezit de vaardigheid tot onsterfelijkheid. Dus in deze tentoonstelling ziet u ook deze onsterfelijkheid terug. De kunstenaars die spreken nog jaren na hun overlijden tot ons, in het geval van Frans Hals, exact 150 jaar later. De ons, degene die naar de schilderij kijken en de schilderij op die manier weer tot leven brengen. Het is ons dialoog en onze nieuwsgierigheid wat ervoor zorgt dat de boodschap van de kunstenaar nu nog wordt gehoord. U zult zien in de hele tentoonstelling loopt een kleine Fries, heel discreet. Een vlag, een Hongaarse vlag die geleidelijk aan Nederlands wordt. Dus de twee blenden in één en worden een onverbrekelijke eenheid. En we hebben u dan ook gevraagd om die handeling hier in de kerk uit te voeren. Ik wil misschien met de ambassadeurs samen de verbinding te leggen tussen Nederland en Hongarije. Mag ik u uitnodigen? Duidelijk niet gezeld in mijn jeugd, dat ziet u.